De berichten over het incident in de wateren van Nieuw-Guinea tussen Nederlandse en Indonesische marineeenheden kwamen 's middags laat in ons land binnen. De aankondiging ervan via lichtkranten en extra bulletins trok opvallend weinig belangstelling. Of dit nu kwam omdat men van mening was dat het allemaal zo'n vaart niet zou lopen, of omdat Nieuw-Guinea zo'n ver verwijderd deel van het koninkrijk is, valt moeilijk te zeggen. De kranten van de volgende dag brachten de berichten groot opgemaakt. Alle bladen bleken voldaan over de paraatheid die de Nederlandse zeestrijdkrachten hadden getoond. De houding van de Nederlandse regering na dit incident werd op ons verzoek in Den Haag samengevat door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, zijn excellentie Mr. Bot. Ik zou geneigd zijn in de eerste plaats te stellen dat een zeker gevoel van teleurstelling opkwam. We hebben immers sinds vele maanden getracht om vreedzame oplossing van het geschil met Indonesië over de toekomst van West-Nieuw-Guinea te bevorderen. Daarvoor ook dienden onze voorstellen in de Verenigde Naties van de herfst van het vorige jaar. Hierin verklaarde Nederland zich zelfs bereid zelf terug te treden indien dit kon bijdragen tot het bereiken van een vreedzame oplossing en tevens de toekomst van de Papua's zou kunnen veiligstellen. Maar ook sedertdien is Nederland voortgegaan met op elke wijze te trachten om via de Verenigde Naties, de Verenigde Staten en anderszins op elke wijze te trachten tot een gesprek met Indonesië te komen over de toestand en de toekomstige status van West-Nieuw-Guinea. De regering betreurt daarom het jongste gewapende optreden van Indonesië, doch blijft bereid alsnog op dezelfde basis tot een gesprek te komen met Indonesië, zoals de regering ook nog onmiddellijk na het incident aan de waarnemend secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft medegedeeld.